Deze ochtend was de eerste ochtend dat ik echt moeilijk uit mijn bed geraakte. Eigenlijk het was de teleurstelling hitte zo ineens. Ik begrijp het. Ik had hetzelfde gevoel en ik heb geprobeerd de knop om te draaien. Vanaf de middag er start een nieuw WK. Ja, zo. Mij, ik heb eerder het gevoel: dat okay. WK is dood. Nee, een nieuw WK. Ik krijg een WK gratis. Eentje met de Belgen, dat is voorbij. Eentje zonder Belgen, dat begint nu. Oké, okay, we moeten nog 17 afleveringen maken zonder matchen van de Belgen, weten. En nog een paar rustdagen erbij ook, waar dat er helemaal niet geshot wordt. Dat wordt nog een hele beproeving. Onze gasten van vandaag zijn twee acteurs. De ene zijn ploeg staat vierde in de Jupiler Pro League en de andere zijn land zit in de tweede ronde op een WK. Welkom Rick Verrijen en Saïd Boumazouh. Hey. Ja. Zeg je het alles goed? Zeker. zeker, zeker. Je zijn een topacteur, maar wat heb je met voetbal? Voetbal is alles. Voetbal is zuurstof, voetbal is beweging, voetbal is voor mij de wereld. Oké. Okay. Zeg je supporter voor Antwerpen of voor Beerschot? Ik ben supporter voor het Antwerps voetbal. <laughs> dat heb ik <je> nog nooit. <laughs> <je> gehoord. Nooit... <laughs> nooit... ja. ja. <laughs> wat een, een diplomaatisch voilà. voilà. ja, Ik heb mijn roeping gemist. Dus, uh, ja. Maar jij sponsort wel Beerschot? Ondertussen wel, ja. Dus uh, dat is door Kai, die daar de community. Uh, ook slash een beetje PR uh, daardoor en uh, hij heeft ons toen aangesproken. Ik wou altijd wel een beweging naar Beerschot doen, uh, doen, omdat we ja, gezien uh, ja, mensen dachten dat ik altijd anti-beerschot was, omdat ik van het keel kwam gezien ik voor de beerschot. Dus ondertussen ja, hebben we samen AYS snacks, een uh, snacking product dat ik die heb, uh, samen met mijn broer ja, sponsorde. Uh, Beerschot. is dat halal allemaal? Of? Ja, well, ja, snacks is eigenlijk uh, voor ons het, de, de nieuwe Mora snacks. Dus halal, we proberen, <laughs> ja, we proberen een beetje de twee werelden bij elkaar te brengen. Het is uh, een diepvriesproduct. Snacking is ide ideaal voor uh, bij een voetbalwedstrijd, toch? Absoluut. Dus, uh, zij maken dan ook zo reclame zoals dat Cora voor Mora doet? Ja. Bij ons is de Hamid, Hamid de Beenhouwer. Is dat echt? Nee, nog niet. <laughs> uh. maar dan heb ik heb al een paar sketches gemaakt met mijn broer, die je kunt vinden op de IG-pagina. Uh, maar ja, het zou wel een leuk idee, Erik. Je moet dat doen, ja, Zou Wil jij Hamid spelen Absoluut. <laughs> ik denk echt dat ik er ook als de Hamid zit. dus absoluut. <laughs> ja, als hij uh, Tom Vermeijer heeft dat, je dat met grond, hè? Dat is waar. En cool, hè. Ja, ja. Super cool. Ja. Top acteur, ja. Ja, je bent ook bezig met een Hollywood-project, heb ik gehoord. Ja, ik was uh, voorbij een jaar, uh, voor vier maanden in Saudi-Arabië, voor een Amerikaanse productie, uh, Desert Warrior, uh, geregisseerd door Rupert Wyatt. Uh, voor de mensen die hem niet kennen, hij heeft The Rise of the Planet of the Apes, uh, The Gambler, uh, gedraaid. En uh, met acteurs als uh, Ant, uh, Anthony Mackie, Ben Kingsley, komt normaal gezien ergens in het voorjaar, 2023 uit. is een epos, uh, gaat over... Uh, het is eigenlijk een mix van The Games of Thrones slash uh, Vikings, maar dan zonder de draken. Stop de klok. Hey. Dat is precies, precies de slimste mensen, hij heeft het antwoord aan het geven. Hij heeft het wel uitgespeeld. Ja, meer. Altijd. Hey. Ja? <laughs> Lekker uh, Wanneer komt er een nieuw seizoen van Mokromafia? Wij zijn nu bezig met opnames, seizoen 5 Ze hebben nu aan het draaien en uh, die wordt uh, ja, epic. Bangelijke reeks. Ja. ben ik een zware fan van. Ja, ik moest seizoen 4 wel nog inhalen. Maar... Ja. Van zodra ik tijd heb Ja, maar uh, België te represent, Dus uh, voilà. Get this. Heel mooi. Rick, Samen. hoe gaat het met u? Zeer goed, dank u. Ja? Ja. keer okay, komt ook een tweede seizoen van Onkels. Ja. Wanneer mogen we dat verwachten? Uh, ja, uh, vorig jaar... wat zijn we nu? 22? 24, denk ik. 24. Ja. We zijn nu aan het schrijven. Ja. En dan draaien we in de zomer volgend jaar van 23. Dus dan komt het eigenlijk het voorjaar erop. Op tv. Ik heb al geprobeerd om een figurantenrolletje te krijgen om een Mechelaar te integreren in West-Vlaanderen, maar hij zegt dat dat niet gaat lukken. Nee, omdat... Ik denk niet dat de Mechelaar er iets mee te maken heeft. Nee, dan wordt dat zo ineens een tweede innocent. <laughs> dat is zo'n ineens zo een iemand buitenaf die er binnenkomt. En... Ik snap het. Schrijf Bang, je dat zelf? Ja. Ik schrijf dat zelf samen met de Beulen? Ja. En uh, ja, voilà. Hoe schrijft je met twee? Uh, dat is zo... op zelf het is niet hetzelfde document, vermoed ik. Nee, dat is eigenlijk zo. We verzinnen allemaal samen. Uh, we hebben nu een derde man erbij, Floris. En Jelle en Floris zijn eigenlijk bezig met de structuur. En ik ben nu eigenlijk aan het schrijven en zijn ook nog andere mensen mee aan het schrijven en aan het doen. dus We proberen een soort van ja, de mechaniek eigenlijk te ontwikkelen, zodat we sneller kunnen scenario's gaan opleveren en misschien nog meer het seizoen maken. Dus, uh, cool. ja? Is dat niet moeilijk om je nu te motiveren, terwijl die opnames nog zo ver zijn? Nee, dat vind ik niet eigenlijk. Wat wel zo is, is gewoon een... Het voelt altijd heel lullig als je zo ineens aan het gniffelen zit achter je computer, alleen in een kamer, met een mop dat je zelf schrijft. <laughs> en je zo ineens van je lief in de verte hoort van... Well, wat is er misschien? Ik zei ja, ik weet het niet. Dus dat is een heel raar iets. Vooral, bij ik met deze seizoen ook. En dan, ja, soms ga ik echt een deuk met een mop en dan doe je lezing met de acteurs en dan voel je van... Nee, Dit is niet grappig. <laughs> dus, dat is, voelt heel uh, kwetsbaar. En het ja. is raar, want ik merk echt vanaf dat de deur op een de kier staat. Ik toch even dicht trekken. Voordat ik zo. Ha, neffel met mijn eigen <laughs> Ja, Je hey, ziet er heel scherp uit. Heb je hebt heel moeten trainen voor uh, alles in de strijd. Wauw. Voor alles in de strijd? Nee, ik heb er eigenlijk totaal niet voor getraind. Ik geloof dat niet. Nee, wow. dat is echt zo. Het ziet er wel echt scherp uit. Ja, dank u. Het, het, heeft, het zijn verschillende combinatie van, van alles. Het zal uh, de liefde zijn, denk ik. En, uh, het is mooi, hè. <laughs> dat is mooi, en uh, mooi. Uh, uh, niet veel eten. Ja, ja en, leven, okay. en eten van de liefde. Combinatie die ik maak. Maar uh, nee, ja. Dat. En ik zei het juist: ja, ik, uh, ik eet niet veel, ik vergeet te eten als ik schrijf. Dat snap ik wel als je zo gefocust bent. met één. Ding. Nee, trans, ik kon niet uh, continu slapen laag met mijn eigen mop, dus ik kreeg gewoon niks bij. Me. <laughs> dus dat is het ding. Dan is wel trouwens een betere naam voor dat programma. Ja, een fluitje voor een cent. Ja. Dat is beter geweest, hè? Mooi. Pek je graantje mee, had ook gekund. <laughs> <laughs> Heb je al veel kunnen volgen van 2K? Uh, heb ik veel het een het WK? Um, ik heb kans al gehad, maar ik merk dat ik niet echt. Ik denk dat mijn eerste match los van de Belgen was een match Frankrijk die speelde. Uh, en die ging echt, het was echt een walkover, ik weet niet meer of het, dat het juist was. Ja, dat was de eerste match. Ja, ja de eerste ja. match van in Costa Rica, denk ik. Ja. En uh, ja, ik vond dat heel heftig, want op een bepaald moment. Ik echt was zo half in slaap aan het vallen, en ik dacht: wauw, ik ben zo aan het kijken naar een match België tegen San Marino op San Marino. Dat was precies geen volk, er was geen beleving. En ik word zo, zo. De spelers zijn zo aan het roep tegen elkaar. En... ja Maar dat heb je met de Europese landen op die 2K. Er zijn ja. gewoon weinig Europese supporters. De sfeer is niet top. In Zuid-Amerikaanse landen. Ja, dat is een beetje dubbel De sfeer is niet top. Nee, klopt. Uh, ja, en ook, het is ook zo gecontesteerd, dat WK. Dat is nogal iets. En vooral, want er is straks over zo de beleving met, zo, met je maten. Zo van, waar gaan we gaan kijken? Waar staan jullie? Uh, waar zijn de pinten Nilo? Allee, zo dat soort dingen. Dat, dat je nog allemaal niet. Nee, klopt. En uh, hoe uh, doen vrouw. de br Bridges Boys het? Wat Alsjeblieft. Hoe doen de, ja, de Brugge spelers het? The Bridges ja, de Bridges Boys? Bridges ja. ja, Ik kan het gewoon niet verstaan. Eigenlijk. Je, je gewoon moet gewoon zeggen, zeggen dat je het niet kan articuleren. Wat kan het waar staat uw ploeg eigenlijk in het klassement? Kleine, kleine. Waar? Eerste? Eerste. Eerste rechte rijtje. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar de, de Bridges Boys Ja, uh, yeah, goed. Uh, ik vond Buchanan wel echt uh, hoe spelen. Uh, <laughs> 7 is dat ik niet van matchen gezien heb. Want ik gisteren als ik aan het zien naar Costa Rica en dacht, wauw, is er goed bezig. En dacht, ja, dat is ook echt al zes jaar geleden dat hij bij ons speelde of zo. Maar uh, ik vond uh, uh, Van Aken een van de meest solide spelers uh, uh, dit WK. Nee, dat was nogal lang op een constant niveau. Ja, ook, uh, ja. 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 Ja, toch wel ik geen eigenlijk. idee. Ja. was de teleurstelling, denk ik. Hè. Daar had... Ik heb heel, heel veel van verwacht en hij zelf ook wel, denk ik. En dat was een beetje de teleurstelling samen met Denemarken kopje onder gegaan. Ik denk dat hij anders wel voor heel veel geld had kunnen vertrekken. Wat ze niet verwacht hadden, hè? Ja. Maar ik denk dat hij had veel, veel geld had vertrekken, helaas. Hebben ja. 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 En en Ruken... jullie elkaar eigenlijk al voor vandaag? Ja, ja zeker. Ja, elkaar kennen, maar uh, we hebben elkaar echt leren kennen ondertussen. Uh, Onze leem is eigenlijk Matteo. Ja. Ja. Uh, pas het deed. Ja. Matteo is mijn beste maat. We hebben elkaar een paar keer gezien. Ja. En dan, uh, Oh, zo zijn wij kan aan de klap geraakt. Ja. Voilà. En die ja. zit meer. Ja. Het <laughs> blijkt dat wij trouwens, vandaag wereldkampioen zijn geworden van de film. Een Belgische film is bekroond tot de beste film aller tijden. Ik zeg dat. En jullie twee acteurs hebben dat niet meegekregen. Oh, waarom moet je dat zien? Hè? Waar kom ik jij ja, mee af? Echt ja. waar? Ik heb daar ook een Franstalige film. Ik ik geloof, was, dat is wel wereldnieuws, hè, jongens. Frastalige beste film, film ooit. hè? Oké, okay, uh, ja. geef een hint. Ja, ik heb de naam niet opgeschreven. Ja, die mannen <laughs> gaan dat weten en gaan die naam zeggen. Maar we hebben een sidekick. Ik ga direct zoeken. Je voilà. ah, die, moet, uh, dat, die ik... moet dat zelfs nog zoeken ja die film ooit alle Leuk, tijden, Jean, tijden maar dat doet niet ja, ik heb hem al Jean ja. Dielman. ik moet even gezien, Jean wat Jean Dielman. of Jean, Jean Dielman, Dielman. geen idee hoe je het uitspreekt maar dat is, uh, die film is verkozen tot de uh, beste film aller tijden is dat de echte naam van moet het en in welk jaar is die gedraaid? of, of is dat nog in zwart-wit of dat is een, niet, nee, een, niet in het zwart-wit nee uh, wanneer ze gedraaid 1975. Ja, ja cool. echt? Ja, zo'n nog down films gemaakt. We ja, hebben nu pas een vol met die film. Ja, ja. Dat Is nu pas ontdekt. Ja, nou, ontdekt. De var, de vorige Oké. Rick, je hebt gisteren Duitsland gekeken met je schoonvader. Ja, dat klopt. Ja. Oké. Okay. Fantastische televisie, zeiden je boven. Ja, ik vond dat eigenlijk ongelooflijk, maar ik keek natuurlijk nooit uh, naar een Duitse tv. Ze dus werd heel, heel continu gezapt eigenlijk, tussen de match van uh, Duitsland en de match van Spanje. En uh, we waren op de Duitse zender aan het zien. En nadien was er dan zo het omkaderingsprogramma Sportschau. Sportschouw. En uh, ja, ik vond dat vreselijk straf. Omdat ik zag ineens zo oude panini stickers in een verouderde versie uh, op de tv. Zijn de Bastian Schweinsteiger, die op een bepaald moment eigenlijk de trainer van nu. Ik vergeet zijn naam. Maar... Flik. Ja, Flik. Hansi. Herflik. Nee, Hansi Flik dat was. Dat. Hansi Flik. <laughs> en die was eigenlijk een monoloog aan het afsteken van 10 minuten. Want hij vond dat hij niet goed was. Live op tv. En hij zag ineens Flik echt zo. Ja, zo was incasseren heel hele tijd. En dan werd ik geknipt naar de studio, zat sami Dira daar met uh, tranen in zijn ogen. Dan gingen we terug. Naar daar. En dat was Oliver Bierhoff die dan eigenlijk de, uh, de tennisdirecteur is ja. van, de, van de bond in Duitsland. En die ging in discussie. En ik vond dat mega cool. Want hij zei echt van: dat was ineens een gesprek op de tv, iets dat wij niet kennen. Dat missen wij. Maar nee, had er ja, iemand had is van, je er iemand tegen Roberto Martínez gezegd? Alstublieft, dan moet ik eens stop met te zeggen dat in de, ik een inzet gezien. ben content. Ik ben al content. Ze hebben de voetbalschoenen meegepakt. Alleen op een duur starten. <laughs> dat was op een duur de vibe. En dat vind ik zo cool bij de Duitsers. Die hingen gewoon echt in debat. Dat was echt vreselijk. En dat werd aanvaard ook. Ik versta geen Duits. <laughs> maar in Qatar hebben ze ook afscheid genomen van Duitsland trouwens. Dit was op de, de Qatarese TV, net nadat Duitsland was uitgeschakeld. En, uh, ze zwaaien en ze doen allemaal een hand voor de mond. Een kleine verwijzing naar het uh, statement van de, van de Duitsers voor hun eerste match. Is dit een grap? Deze, ja. dit, is, nee, dit is echt waar. Dit okay, is voor uh, ja, de, de Qatarese TV. Ja, ja de, Er is een hele boodschap daarachter. Hè. Dus de censuur van Mrs. Ozil. Uh, toen uh, dat hij opkwam voor de Oeigoeren, als ik me niet vergis uh, van de Qatarese nu dan ja omdat ze, het ding is het is een tegenreactie. van oké okay, jullie hebben eigenlijk uh, toen mist het gecensureerd uh, hij werd uit de selectie gezet omdat hij te hard opkwam ja Turkije ja ja hij, state, free, ja, uh, ja, hij kwam, een foto met Erdogan was het ja. en de oeigoeren kwestie waar het hier voor opkwam dus hij, 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 mocht, hij werd uit de selectie gezet dus dan vond de, ja, de mensen vonden een hypocriet van Duitsland van ja jullie doen wel een statement voor als Dan ik speel, niet, ben ja. ik moslim, als ik score, ben ik een Duitser, ja. heeft ze daarop gezegd. De, toen helemaal ja, toen ja. Ja. de uitspraak. En voor de Arabische gemeenschap van oké, okay, jullie censureren, met het UZL, maar als het om andere censuur gaat, doen jullie wel mee. Dus, dus waar ligt hier, uh... Twee maten, twee gewichten. Uh, een beetje wat de wereld uh, is, hè? toch? Is Absoluut. Uh, welkom trouwens, Dennis. Ik had u nog niet welkom gegeven. dat is oké. Okay. Hoe gaat het met u? Ja? Het weer een opvallend shirt aan, maar ja. deze keer is het niet van Germinal Ekeren. Nee, ik zal het laten zien. Prachtige uh, shirt van, van Berghem Sport, of van Den Barghem, zoals je het eigenlijk moet zeggen. Uh, de favoriete ploeg van mijn, van mijn vader, daar ging hij vroeger altijd naar kijken. En het verhaal dat ik mij daar vooral van herinner, is dat hij daardoor heeft leren roken. <laughs> <laughs> Op zijn dertiende, want dat was 1970, toen stonden die mannen met die grote bakken rond hun nek uh, die sigarettenbakken. En blijkbaar deelden ze toen. Pak je sigaretten uit aan kinderen van 12, 13 jaar. Gewoon gratis hier. Krijg maar de, de de, de ploeg... Ik heb altijd geleerd ik leren duvel drinken. Ja. Ja. Maar kijk, dat is e, een, een, een mooi shirt. Ja, ik ben er lichtelijk jaloers op wel. Uh, dat, is, dat is een legendary team. Hè, dat waarschijnlijk nooit meer in eerste klasse zal geraken. Maar Erik van Meijer komt vandaar, Dik Advocaat heeft er gespeeld. Allee, dat was echt ja. wel een grote ploeg voor Shout out Shoutout naar supporters Club de Plein, trouwens, die uh, mij dit shirt, shirt bezorgd hebben. Uh, je zegt trouwens, dik Advocaat. Mooi bruggetje, want we hadden het gisteren over nieuwe bondscoach voor de Rode Duivels. We hebben een paar namen genoemd. Hè. Ja, dik advocaat, ex-bondscoach, ook al was het maar... Ja. Hoe lang heeft het geduurd? Een half jaar? Niet een half jaar, lang. of zoiets. Nee. Um... Fulltime, geen half jaar. <laughs> we, hebben een paar, we hebben een paar namen genoemd voor al Belgische um, mogelijkheden. Maar Louis van Gaal zou ook een optie zijn. Uh, en hij sluit het zelf niet uit, heeft hij uh, gezegd. Um, maar we moeten eerst zijn truche overtuigen. Um, hij zei ook van, ik vind de Belgen sympathieke mannen, ik heb het wel voor België. Dus Louis van Gaal bondscoach. Nee. Ik zeg ja. Ik zeg nee. Ik zeg ook nee. Ja, uh, ik zeg. <laughs> ik zal met Truus bellen. Ik, ik zeg ja voor de entertainment, maar op lange termijn zeg ik nee. Maar ja, lange termijn. We moeten toch niet bondscoach moet toch niet lange termijn. Dat is nee. toch twee of vier jaar en dat is het. Uh, ik zeg nee. toch nee dan. Wel je hebt gewoon terug een nieuw project nodig, klaar. Oké, okay, uh, zeg maar wie willen jullie? De volgende bondscoach. Ik, ik heb... ja, ja, ik heb vandaag iets gezegd. Ik werd er zwaar mee gepest, maar ik blijf erachter staan. Ik zeg Gert Verrijen voor bondscoach. Jij <coughs> zijn ik... een brudges Boy. Jij moet mij steunen nu. Hè? Ik, ben Kom. Nie, ik ben Love Hertje. Mega. Ik, ik heb ook waks, niks tegen Gert. Ik zou hem echt missen als, 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 als analyticus. Ja, ik maar vind je vindt... krijgt Martine uh, in extra time dan. Hè? Die vervangen gewoon. Uh. Van plaats. Maar, nee, dat uh. liever niet. Ik heb het gehad met Martinez. Het is, is altijd positief en al dat soort dingen. Waarom zou Gert dat niet kunnen? Hij wordt enorm hoog aangeschreven in Belgisch voetbal. Als uh, analist. Ja, maar als trainer toen hij begon, werd dat toch ook aanzien als de next big thing? Oké. Okay. Maar hij heeft ja, toch niet gezet dat hij ja, die dat, druk en die dingen absoluut niet meer wilde en dan ga jij hem op, nog bondscoach maken. Bondscoach is iets anders. Dat lijkt me dat is zoiets, meer of, druk? Of, nee, dat is <laughs> wel. Dat is met de momenten, en dat is met de beste shotters, wat, wat hij beter gaat kunnen dan met mindere shotters. Snap je wat ik dan bedoel? Gaan die betere shotters luisteren naar hem. Ja, tuurlijk. Gert ja, is een boegbeeld van het Belgisch voetbal. Toch? Maar ja, en niet maar slim voor, genoeg. voor jou, maar niet voor de nieuwe generatie. Die kunnen die nooit zien shotten. Uh, ah, en dat nou wil zeg, ik hem ik nog zeg, wel geven, maar zijn trainerscarrière is toch niet gelukt? Hij is toch echt bewust ook mee gestopt? Is er ook, niet echt, niet is er ook nooit echt mee doorhalen? Mm. Dat is ook wel het ding. Hè? Dat is ook waar. Maar je hoorde wel. Alleen geen een betere naam potentieel. dan. Michel Predom. Ja, dat wist ik dat je dat ging zeggen. Ja, ja tuurlijk, ik ben er al over gehad. Ja, dus, ja, ja uh, maar jij wilt het middenveld met Van Vanaken en Rits dan. Nee. <laughs> ja. Nee. nee, nee, nee. Maar Michel Predom is echt gewoon is iemand met een staat van dienst die ook te talig is, die ook echt wel iets heeft, heeft ja, iets betekend voor de rode duivels en iemand die, ja, dat hoor ik dan van Skaars bij club en denk ook dat je dat ziet als nee, los van zijn premtebak, maar dat is echt. Dat is deze mania Kamers een vak bezig. Ja, ja, dat sowieso. En ik vind dat een hele hoeien. en in en ook al bewezen met Twente en zo dat dat met Club Brugge dat, dat, dat iemand is die wel iets kan bereiken of zo. Standaard. Dus, met standaard inderdaad. Dus ik denk wel dat nee, hij dat kan. Ik, ik... Hij is wel heel professioneel. Hij is, de ja. kleine details uh, dat ja. is zeker wel waar. Ja. En het is ook de bondscoach waar we eigenlijk altijd op gewacht hebben, hè. Tenminste of die we misschien altijd verwacht hebben dat hij een aantal jaar zal worden. geleden. Ja, ja. Maar ja dat zeker. hadden we met Gerrits ook en dat is ook nooit gebeurd, hè. Nee. Ja. Exact jammer, jammer niet. Ja, maar, ja, maar niet ja. maar, ja. Ik vind, maar, maar ook, maar ook ik vind eerst, het vreemd dat jij de, jouw keizer niet noemt. Nee, eerst, Franken. Eerst een titel toch? Was dat Franken? Zou hij daar nu, ja op zeggen? ik betwijfel dat een zeerste. Ik denk dat hij wel echt op clubniveau nog wel iets ah, wil bewijzen. Niet, ja. ja, waarom niet? Hij is wel heel goed. Maar hij is mega goed, oké, okay, maar dan gaan we Philippe Clermont ook even in het lijstje doen, niet, toch? Ja, die werd oh, ja. ook in het lijstje ja. geduwd. Ja. Die meisje in Monaco, prachtig weer. Ja, dus... ja Predom zit ook in Bordeaux. Company zit in Burnley. <laughs> <Companies> <laughs> dat is nu niet echt prachtig weer. Ja, maar nee, toch ook niet bewezen dat dat nu echt een voltreffer was, hè? Nee. Dus ik denk dat die voor de Doubles. Ik zou graag iemand out of the box hebben, weet je? Leu. Ja, 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 ja. Tuurlijk. Ik zeg ja. Branko trubare of zo Branko trubare oké ik zeg zo oh, nee, oh, voilà. nee, Of manulare Of of de brul bra. of voor de entertainment gert veruls oké sorry dat <laughs> was niels de als assistent niet niels de stansbaarder assistent niels assistent zin 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 al, go? Dat goed krijg je krijgt dus als jij gert vrijen opwerpt oh, 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 oh. Ja, ja, Nu nu zetten ja, de, de link kant liggen dus die gert Wie? Pedro wil Wesley song hij is een echte hele campagne aan het voeren ja ik vrees dat van Pedro uit dat dat running joke is en dat 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 heel serieus pak nu. <laughs> dat is mijn gevoel een beetje in de communicatie dat ik vandaag had. Dus... als Wesley het zo gepland heeft, hey Pedro, begin jij dat wat op te werpen als joke, dan beginnen ja. mensen dat echt te geloven en dan maak ik misschien echt kans. Dat kan hè? Ja, dat is waar. Ja, Absoluut. Maar wat vinden we even een van Haasbroek? Ja, ik ben pro. Ja. Is echt? Ja. Ja. Ik denk gewoon dat hij een te brave ploeg nodig heeft. Toen hij kampioen werd met Gent, was dat wel een, een brave ploeg. Dat ja, werd altijd gezegd. En bij Anderlecht was het wel vaak ja. iemand die veel talent had, maar een beetje een buitenbeentje of alures had. De Vedette, ja. Maar als er iemand me... is ja? die een De Bruyne en een Lukaku kan laten renderen en kan zeggen tegen al de rest: jongens, we gaan echt in functie spelen van onze sterke punten, namelijk die mannen. Dank u. Hij doet dat wel. Ze. Hij ja. heeft dat bij Gent ook gedaan. Zijn maar... beste spelers nog belangrijker maken. Wat ik, ik zo moeilijk vind, is dat je, als je De Bruyne zei en je wordt echt elke jaar gecoacht door Pep Guardiola. En dan ineens van Gif, je moet met de vlieger nu naar Brussel? En een staat er. Maar hij denkt dat hij beter is dan Pep. hè? Ja, oké. Okay, ja. Maar, maar ik heb niet dat daarom. Dat is zijn probleem, of dat, van zijn vrouw. Maar uh, allez, <laughs> ik denk gewoon, dat is het zeker wat meer goede regisseur samenwerkt en dan ineens ga je een project gaan doen. En ben je van, oh, nee, met die is En snap je, neem je dat dan aan? je toch ook iemand die hey, echt Ik gewoon... denk dat hij qua voetbal, ja. stiek, kennis. ...zich door niemand laat weg... Maar een paar goede wissels doen en een paar goede plans smeden en uitleggen aan de groep... ...kan wel indruk maken op een groep ook, hè? Ja, maar ik kan ook iets zelder uithalen, ja. Er wordt gezegd dat hij niet met sterren kan samenwerken. Heeft hij ook niet met uh, Petit Pelé samengewerkt? Ilon B ja, 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 ja. Die heeft uh, iets heel opvallends op zijn Instagram-stories gezet. Hij is heel trots dat hij deel uitmaakte van de gouden generatie. Ze hebben België ja, op niet. de voetbalnap gezet. Let's be proud of them. Of them, of them. Ja, <laughs> ja, yeah, yeah, of them. Maar ah. hij zegt wel proud to have been part of this yeah, generation. Yeah, yeah. Ja, ja, sowieso, maar ja. Ewa, ja hoop. Als ik aan de gouden generatie denk, denk ik niet aan een bojo. Ik denk aan Longo nee. Jimmy. <laughs> ja? Die heeft meer me ja, ja. 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 gedaan ja. dan een bojo. Die heeft toch redelijk ook? veel gescoord ja. ook ja. naar Brazilië. En ja. Ja. is Nee, ja, ik, ik ga volledig mijn woorden intrekken, sorry Marvin. <laughs> nee, echt? Support het je eigenlijk voor de Rode Duivels? Zeker. Ja? Ik heb vorige WK-edities, heb uh, ja, Antwerpen, uh, was te klein. Jullie zijn wel niet echt depri, precies. Het is al verwerkt. Voor mij het in de lijn van de verwachting, eerlijk gezegd. Okay. Ik, ik vind het jammer enerzijds, maar anderzijds ook tijd dat er gewoon een nieuwe generatie opstaat uh, en wat ook nodig is. En, en, en uh, de grootste voordeel van Roberto Martinez was, hij had daar gewoon een jonge gasten waarmee hij tien jaar lang kon werken. En dat is nu eigenlijk fase 2 moet zijn nu van, van de Rode oké. Okay, inderdaad, van Hazenbroek uh, heeft dan nieuwe uh, spelers. En inderdaad, wat, wat Evert zei, pakt die twee gasten, best die. En probeert. Ik geloof wel in de toekomst. Wat, 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 ja. Het is al beslist eigenlijk. Het is van Hazenbroek. Nee, maar ja. stel in te geval van. Dus, uh, maar maar, maar, maar vind je dat niet heel jammer dat er nu. Er zit nu toch precies echt een gap tussen de generatie. Eh? Want, en de nieuwe generatie? Waarom heb je nooit een, een doku, bijvoorbeeld? Ook al maakt je van die onstemmige fout of komt die wat, wat baldadig op, dan denk ik ook van, die haat er wel voor. Zo Onana, dat is, toch, dat is toch allemaal veel interessanter dan al die oude rotten zo opbrengen. Een soort van anciëniteit of uw palmarès komt ja. kom er nog maar een keer op. Allee, eigenlijk Hazard, maar respect voor hem de max. Maar waarom is maar zo Hazard er zo'n Tielemans en Kastanje, dat, dat is eigenlijk niet de gouden generatie. Hè? Nee, al, nee, nee, nee. Dat is al de uitloper ja, van Ja, ze nee, nee. is er gewoon kunnen inzetten wel hè? Ja. Ja. Toch? We, hebben, we hebben heel veel sterke 30 plussers en nu zijn we bezig met een docu in een onana, maar dat is al 10, jaar 10 15, jaar ja. 15 jaar jonger de generatie daartussen gaat het de komende jaren moeten oppakken als leiders en dan kijk ja. je naar Trossard, Torgaan, Tielemans, den donker dat is die generatie daartussen daar moeten er een paar op staan. of zelfs een generatie verder hm. ja, maar ja. Jong, ja maar dan zit je jong hè dan zit je jong kun je, je opgeschreven het einde van deze generatie voelt alsof het uit is met uw lief ja je, je, de aanloop was er zo, gevoelde voelde. Je voelde, mm, je voelde wel dat het even niet meer marcheerde. Ja? Dat, dat echt. De seks was niet meer zoals in het begin. Nee. Goh, heft hè na een break-up en dan je helemaal van Qatar terug naar huis. Ja. Heb je alleen? En na corona. Toch? En dat is al drie jaar, hè? Drie jaar is lang slechte seks, hè? Ja, nou, zwaar. Nee. Uh, hebben jullie de commentaar gezien van SoFood over de eerste helft van Dries? Nee. Crimineel. Ik denk dat Dennis hem heeft. Ja, hier. Nog een uh, kleine Belg die uh, verdwenen is, maar dit keer heeft Mark de er niks mee te maken. Het ja. is gewoon echt van, van de meest degoutante dingen die ik Schandalig. ooit gelezen heb. Wauw. Wat is ja. de bron? Sofoot. Dat is een redelijk grote uh, voetbalsite. Ja. En, en dat is Frans. Dat is geen grap. Dit hebben ze dat echt gepost. Dit grap, is niet nee. om te lachen, hè? En ook allee, dat er mensen zijn die hem slecht vinden, dat wil ik begrijpen. Maar dat hem onzichtbaar was of verdwenen uit de wedstrijd. Dat heeft in de nu niet. Voor... Ja, maar ook gewoon discriminatie, gewoon naar een dreven. Dat is gewoon één op één discriminatie. Daar is. Ja, dat is gewoon een heel, heel slechte mop. Hè? En de Fransen mop... hebben het aangepast het en ze een een hebben ze getweet dat ze het hebben aangepast, maar zonder verontschuldigingen. Nee, maar de intentie is nog altijd hetzelfde. Hè? Ja, tuurlijk. Maar nee, is was een smakelijke mop. Ja. Of ja, mop, ja. opmerking. En dat is duidelijk voorbereid, hè? want het is zoals dat je zegt, het past eigenlijk zelfs niet bij de realiteit. Ze wilden gewoon die Marc Du Trum opmaken. Ja. Ja. Dat, dat is nog fout, eigenlijk. Sorry, maar hoe jaar 90 kun je zijn? Hè? Ja, ja. Dat is toch? Ja, maar die Fransen die, die lachen de Belgen daar nog altijd mee. Ja. Dat is daar maar, wel. Die blijven hangen. Die zien de Belgen als, ah, dat zijn die van Brijan. was dat niet in Frankrijk. Ja wel. Ja, wel. Hier, waar zit je nu met Fournier? <laughs> oh. Dat is toch? Jongen, die benader zorgen, die Fransmannen. Zij, we moeten u wel feliciteren met de kwalificatie. Dank u wel. Maar wel. was het ook. ook echt... ja, ja, heeft echt een hele goede eerste ronde gespeeld, vind ik. Ja. We zijn zelf aangenaam verrast. Uh, ja, de verwachting was er wel, maar, maar zeker, trots op de jongens die daar hebben gepresteerd. toch, uh, de verwachting van Marokko was eerst om ja omdat wij aan twijfel waren, de laatste twee oefenmatchen. 2-0 tegen Chili, uh, nee, 2-0 tegen Georgië en dan de laatste wedstrijd tegen Chili, als ik me niet vergis, was het, okay, het voelde al een beetje uh, Het ging stroef, hetzelfde gevoel dat België had met een beetje uh, zoals Egypte. En maar ik denk wel van, dat elke analist België en Kroatië zag doorgaan. tuurlijk, wij ook, we dachten van oké, okay, als wij dit uh, we dachten van oké, okay, om te gewoon winnen van België. Nou ja, voor ons, dat was de pool gewonnen. Je in België, dan, natuurlijk. Samen in België alles kapot. Nee. Oeps, letterlijk, letter, letterlijk ja. gebeurd. Oeps, sorry. Nee, sorry. nee maar uh, ja, nostalgisch. Ik zeg het voor ons de laatste keer dat we 30 en WK hebben meegemaakt. Was, ik zeg het WK 94. Uh, 98 ook nog met Hajji. Hajji, maar dat was, ja. Ja, dat was toen als er toen ver was, ja, waren we sowieso in de, uh, verder geraakt. Dat waren we Kwartfinale of zo? Ja, kwartfinale. Ja. Echt? Nee, 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 nee achtste finale. Ja. Achtste, sorry. sorry, nee, nee. sorry, sorry nee, nee. Acht is nee. nog nooit gelukt. Ja, ja, kwartiesnood. Nee, nee, nee. Dus daarom ik klopte. Ja, Groepswinnaar ja, om... ook is toch ook ongelooflijk? Dat... Zeker, ja, en zeker. De aanloop naar het WK was toch super hobbelig? Zeker. Ja, met de bondscoach van Vihailovic. zo Sowieso, sowieso. Liefde vooral mijn Balkan people. Uh, dus ja, het was, hij heeft dan nu die, heel die campagne, de, de voorbije WK. Sorry, ik weet dat niet meer. Afrika Cup. Ja. ja, sowieso voorbij. Afrika Cup was, was goed. Maar dan had je heel de Zijeg en de Mazraoui-verhaal. En de Hamdallah, uh, de, zeg maar, de, de drie sterren van de ploeg. Waarmee zijn hij Zijn te niet... belangrijk om thuis te zijn. Inderdaad, hij heeft die dan thuisgelaten. Maar ook in Rep roer Van uh, dit kan niet. Hebben ze dan last minute ontslaan. En heeft Walid Reggregi dat overgenomen. Uh, hij heeft dan uh, met wie Casablanca de Afrikaanse Champions League gewonnen. Ja. Uh, sterke, coach, uh, st he, sterke coach, Dat hij zich nu geprofileerd uh, heeft, is echt wow. en Wat ook leuk is, dat is ook iemand met, met Marokkaanse wortels, maar met Franse uh, zuurstof, dus ook iemand uh, die opgegroeid is. Uh, In het Europese diaspora, ja, diaspora ja, ja. ja. En, en dat mee heeft gebracht, die discipline, en ook, ook zijn voordeel was, hij heeft kunnen werken, uh, kunnen verder werken met de ploeg die al was neergezet met Vahilovic. Dus, uh, ja, dat en hij heeft, hij heeft CIA overtuigd om terug te keren. De, bond, uh, de... Hij heeft een betere selectie ook samengesteld. Bond, toch? Ja, hij is gewoon ja. eerlijk, hij is frans. Hij heeft ook gewoon keuzes gemaakt die hem ja. bieden. Doorselecteren, ja. durven. Hij heeft die Esa gehad, gehaald die nog Osasuna, ja, 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 Wie maar. nog? Ismail uh, Alcanous, uh, Al uh, Al uh, Bilal... Uh, ja, Bilal Alkanous overtuigd. Ik ben fan van die keeper. noemt die keeper? Bono. Is dat die van Sevilla? Ja. Ja, vind ik atjik. Uh, ja, ja maar... Goeie. Goed, jongens. Deel 1 van Midmond niet altijd erop. We zijn zo terug. Bye. <totstroom> Centraal centrale verdediger is mee naar voren, Kovatis. Even koppen. Wat is het zo? Dat is naar Merkels, Dat is Kovatis. Daarom zou je een fictie reeks krijgen. Daarom heb je domino's. Negen domino's. Nog even terug over Marokko. Kunt jij ons uitleggen waarom er zoveel werd afgebroken na die overwinning? Waarom? Ja, ff, heet hoofden. Je hebt altijd in, uh, in, uh, in een mand vol appels, rotte uh, mensen die. Het is ook een hardnekkige groep jongeren waar uh, wij ook als Marokkaanse gemeenschap ook met onze handen in de haar zitten. Dus ff, ik vind het jammer, ik vind het spijtig. Uh, het laatste wat je wilt is, is een plek waar je, waar je bent grootgebracht, uh, die je met open armen heeft ontvangen dat je eigenlijk daar de, uh, de boel uh, kort en klein slaat. Totaal onzinnig en totaal on-Marokkaans en ook totaal niet-moslim. Dus dat heeft totaal niks te maken met de Marokkaanse gemeenschap. Ik vind het gewoon jammer dat... Toevallig nu moet gebeuren. Maar ik heb een... Het was niet toevallig, want dat is zelfs eens aangekondigd. Ja, maar eigenlijk. dan stel ik me de vraag: ja, hoe komt dat ze er niet op hebben ge geanticipeerd? Ge we wisten het ook. Snap je? Ja. Uh, en niet alleen maar de, de, de juridische diensten, de flikken, maar ook de sociale organisatie. Het is eigenlijk gewoon een samenloop van omstandigheden. En, en ik vind het gewoon jammer. In gisteren van... werd het toch echt zo ineens zo een slinger van maar Marokkaanse mensen die echt zo. Als, ja. De ja, als gereadschappers de, de eigenlijk onder dingen aan het tegenhouden. Zeker. Op de tweede wedstrijd hebben we dan hè, ervan uitgeleerd van oké, okay, als wij moeten hierop. Uh, een, de mooiste antwoord werd inderdaad wat. Rick zegt. Dat zeg maar was uh, ja, 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 Rick. Ja. Ik kan zeggen: hey, hey uh... jee. Ja, we zijn geen politiek programma natuurlijk, maar we hebben wel nooit iets opgemerkt, Dennis. Ja, uh, Tijdens uh, Frankrijk tegen Tunesië uh, was er een velbestormer. Ik heb dat eigenlijk nergens teruggezien in, uh, in de media bij ons. Um, maar het was uh, een man met een uh, Palestijnse vlag die uh, op het veld is, uh, is gelopen. En ik heb, dat, ik heb dat hier niet echt zien verschijnen. Die, met wel gezien, die regenboogvlag en stop the war in Ukraine en wat had hij nog dat had nog iets anders op zijn t-shirt staan nog een derde boodschap iraanse vrouwen ja steun voor de iraanse vrouwen ja. dat hebben we wel gezien raar toen ook in die foto hij had wel Het geliked zie ik <laughs> <laughs> <Also>? <laughs> het is een screenshot maar uh, ja, ja hier hebben we het geliked nee wel maar wel? voetbal moet gewoon verbinden klaar we ja, gaan terug over ja, voetbal absoluut. hebben trouwens ja. uh, het was een superspannend slot in uh, groep H we hebben beelden van onze reacties, denk ik. Kan dat? dat, dat kan. Nee. Uh, ga, <laughs> Die twijfel in uw stem en in uw ogen was heel goed. Uh, anders het was anders. Dat is het klaar, voilà. Katja. Ah, yeah. Oh! Wow. <laughs> ja. Zot, zot. Nee, zot, zot, zot. niet. Ja, ja. Zot, zot, zot. Nee, Ze het gewoon door, joh. Ja. 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 Nee, Uruguay ja. moet scoren nu. Kom op. het maar Kom op. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, echt zot. Maar wat het eigenlijk completer maakt, dit alles... Ja, Uruguay heeft dan verloren. Ze moet naar, moet naar huis, gewone, Uruguay. Ja. Gewone, maar Uruguay huis. heeft gewonnen, ja, maar ze moeten naar huis, ja. wil ik zeggen. Uh, en dan is er toch een speler van, van de wedstrijd. dat is zo... Nee! Zo onnozel. Uh, en dat was ook zo bij Duitsland. Hè. Kijk, Havertz. Die uh, krijgt ook speler van de match. trofee terwijl ze naar huis moeten. Ja, dat is, dat is echt zielig gewoon. Absoluut. Nee, uh. maar die, dat einde van Uruguay-Ghana was... Allee, dat is niet normaal. Die laatste 20 minuten was. Complete chaos. Dat je dit maar dat moesten al... toch veel vroeger voor die derde goal gaan? Ook, oh, maar dat je dit op het allerhoogste niveau meemaakt, dat een wedstrijd er eigenlijk uitziet als een preminime wedstrijd <laughs> gastjes. Het was knochschik, want ook die Ganezen. Die wilden eigenlijk dat Uruguay er ook uitgaat, want die haten die. Met al die handsballen en die penalties, die haten die. Maar die gingen nog met zes in de spits lopen om nog 2-1 te maken, waardoor dat Uruguay veel kansen kreeg. Allee, het was niet om uit te leggen aan iemand die niks van voetbal kent, denk ik. want dat nee. was echt knotsgek. Zei het? Jij waren ze wel de kwalificatie? Zeker. Ja? zeker. Die is... van? Ja, zeker. We zijn met zo'n tanden. We hebben een beetje dezelfde tanden. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar het ding is, ja, ik gun hem dat gewoon. Dat is een legend. Dat is... Voor mij is dat, ja, ik kunt ik, ik het niet voor mijn thuisje zitten, Ronaldo. Echt? Ja, tuurlijk Suarez oh, pas op, zei hij. Pas op. Jouw, voor mij oh. dan, van pure nummer 9 gaat hij toch echt? Zowieso. Ja, maar hij heeft toch een niet. Klassiek nummer 9. Ja, maar geeft mensen, hey, you love him or you hate him? Hij heeft er alles voor over om te winnen. Dat is met Cristiano ook, hè? Ja. Maar Suarez echt? heeft toch nog een vuile randje als speler Dat is toch leuk? Ja, ja. je gaat over de grens om te winnen. Ja, ik zijn haters going kunnen going toch zeggen hoe goed hij is? Ja, maar die bijt in uw oren, zo is het. Dat maar één keer. Oh, drie, 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 maar, keer. drie! Hij bleef drie, gewoon drie hangen met zijn tanden. Hij bleef gewoon dat hangen met zijn tanden. Dat was maar één keer. Meneer de politie, dat was maar één keer. Ver ongeluk. <laughs> uh, die Uruguayanen ook na de wedstrijd. Ik heb dan nergens gelezen dat Cavani nog de Ildavar-installatie ja. kort en klein ja. heeft geslagen. Muslera die had bekende vierde vierde ref vast. Die had hij echt bijna vast. Ay, die mannen, die Uruguayanen, dat zijn ja. vechters. Maar die gaan toch boetes moeten krijgen voor hoe die, die officials hebben. Dan kan ja, aangevallen op ja, de ja. Maar ja, dat is temperament. Want hun voorouders waren allemaal, allemaal, allemaal Indianen, ja. Apache, Mayas. Dus de de, de maar man van de match was toch Ziggy? Ziggy ja. is echt de max. Dit is precies weggelopen van de set van Pirates of the Caribbean. <laughs> en die heeft op een bepaald moment een save uitgehaald. Fenomenaal. En die heeft een flikvlak gedaan en is op zijn nek geland. <laughs> en Die kipt er gewoon vol. Die kipt verder. Dus die heeft gewoon met een nekbreuk. Hij heeft door doorgekipt. Ja. Hoe vaak je hij zijn een naam ook gezegd? Zie. Maar zie hier ja. is de ja. Max. We waren de fan hè. Ja, ja we waren maar tevreden Max. Ja. Zigi. Ik zou zeggen Club Brugge koopt hem gewoon voor het spektakel toch? Ja, maar ja, we gaan hem zeker kopen. Ja. Hij uh, ook een goede WK gespeeld, maar denk onbetaalbaar is die Kudus. Ah ja. Oh, ja ja ja, want ja, ja, ja. Vond man, echt sterk. Zou nu interesse zijn van Barcelona en Liverpool. Makkelijk. Sta vervanger van Mane. Ik ja. zie het wel voor me. ik? Ja, ja klopt. Ja. Geen Uruguay, Brazilië in de volgende ronde. Ik vind dat toch jammer. Ik snap Ik ook waar je er al uit. Ja. Ja, ja, dat was... Alleen de NBA's al. Dat al, die ja. beleving. Maar ook een beetje hetzelfde probleem als België. Weer al zo, een oude generatie clash met de nieuwe generatie. Hè? Ja, misschien wel. Als je Bentancourt en Fede Valverde ziet, dan zie je op zich wel de toekomst. Ja. Dat is ook de toekomst van, alleen van het voetbal. En toch slagen ze er niet in. Om het aanvallend. Ik, weet niet, ik vond het aanvallend te beperkt wat die bon gedaan heeft. Maar Betancourt is ook heel vroeg van het veld gaan. Hè? Ja. Was ja, een, daar best... was iets vandaag. Ja, okay, vandaag ja, dat was er hetzelfde. Ja. Ja. Zuid-Korea gaat wel door. Ja. Je hebben optimaal kunnen profiteren van een Portugal B, vind ik, zonder te willen afdoen dat krijg... aan de prestatie van de Zuid-Koreanen. Maar... Dat krijg je dus. Hè? Want Tunesië heeft ook geprofiteerd van een zwak Frankrijk, alleen een, een Frankrijk B. Maar die gaan wel niet door. Nee, voilà. En nu zijn de gevolgen wel ernstig. Dus ik snap dat we, als Uruguay of Ghana zijn, dat je je wel serieus tekort gedaan voelt. Omdat Portugal speelt bewust met een B-ploeg. Maar als je ziet hoe ze de 2-1 maken met SON, dat was de inspanning van het jaar. Phenomenaal. De inspanning van het jaar. Ja. Dat was echt Jan Keulemans maal drie. Hè? En die emoties bij Son waren, SON waren ook, ook prachtig. Hè? Als je dat, dat zag hoe, hoe diep dat bij die, die gasten ook zat. Ja, en ik weet het niet. Ik heb bij SON. Wat jij bij ergens hebt, Saïd, heb ik bij hem. Dat is zo'n enorme gunfactor ja. bij de gast. Zeker als je ja. ziet waar hij vandaan komt. Hij is wereld. Ja, en ook hij dit. Is fantastisch. Top 5 van de wereld toch, had ook een, een fractuur bij zijn, in zijn oogkas nog niet zo lang geleden. Een maand geleden heeft er alles aan gedaan om klaar te geraken voor het WK. Want drie weken geleden zeiden we nog, Son gaat niet meedoen. Hè? Son ja, gaat niet naar het WK. Het is niet een gebroken been. Hè? Allee, je moet er niet mee shotten hè? met zijn oogkas. Maar je kan wel een elleboog erop krijgen hè, als je een duel aangaat. Dat ja, klopt. Ja, en die moeten mensen niet zo'n mottig Batman-masker aan doen. lijkt de of tegenwoordig. Iedereen loopt toch echt met zo'n masker rond. Ja, dat is niet dat was echt gevaarlijk hè? Meunier, Guardiola, Son speelden allemaal met een masker die twee. Ik zat eigenlijk mee te spelen. Ik denk altijd van. U zegt ja, toch veel minder. Ik anders. heb het nog nooit aangedaan, maar ja, dat is wat. Ik vond het vrij raar. Nou, er is een NBA-speler ooit geweest die dat ook moest dragen, omdat hij iets gebroken had: zijn neus gebroken. En die heeft toen een hele goede periode gehad in zijn carrière. En die zat blijven dragen, nog voor 10, 12 jaar, gewoon uit bijgeloof. Dus hij speelde altijd met dat masker op. Omdat hij meer ah, gefocust was. Dat. Puur bij geloof. Maar moet toch super inderdaad super ambitant zijn. Ook al ah ja, als je kan kiezen. Ja, ja. Zonder en angst met spelen. Angst wel. Die Guardiola was ja. twee keer zo goed puur door dat masker. <laughs> ja. En om iets te zeggen over de Son. Je weet toch waarom hij zo goed is? Hè? Hij heeft nog altijd geen vriendin. Hij mag geen vriendin hebben van zijn pa. Hoe die mag geen vriendin hebben? Nee, zijn vader van zijn is pa. echt. Daar Manuel mee bezig geweest. Hè. Dus hij heeft afgesproken met zijn zoon vanaf je 35ste. Mocht je trouwen en aan een gezin beginnen. Maar die mensen wonen in Londen. Je denkt toch niet dat die... Uh... Know, maar zijn vader woont daar ook mee. Dus zijn vader en moeder wonen daar mee in het gezin. Hè. Maar je kunt het niet controleren, maar ik heb ook wel zoiets gehoord. En dat is ook wel de man die toch op een bepaald moment... Even moest stoppen met zijn carrière. militaire dienst te gaan doen. Een maand of zo, die daar moeten gaan doen. Even ja, ja. heeft een deal kunnen hey. sluiten, denk ik. Ja. 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 Dus, daarom is hem zo goed. Dus. De wedstrijd van vandaag was voor mij wel Servië-Zwitserland. Ja, nee Ongelooflijk toch? Ja, ja. Door, door de alle, ja, alle lagen die eigenlijk in die wedstrijd spelen. Ja. Leg eens uit, voor de mensen die ja. dat niet weten. Dus je hebt Chaka uh, en Sakiri, die, die spelen bij Zwitserland, maar dat zijn eigenlijk Kosovaren, hè, Albanese Kosovaren. En Servië erkent Kosovo nog altijd niet als een apart land. Dus dat is al een jarenlang gevecht tussen die twee. Er wonen ook 300.000 Kosovaren in Zwitserland. Dus Zwitserland wordt dus mee aanzien als de aardvijand. En dan krijg je zo'n knotsgekke wedstrijd van vandaag. On the money. Ze moeten alle twee winnen om door te gaan. En uh, ja Chaka en Shakiri slagen erin om die wedstrijd naar hun hand te zetten. Maar wat ze meteen ook wel doen, is Servië uitdagen. Ja. We hebben het gezien. Xhaka greep naar de ballen. Ja. Vlak ja, voor Lekker de bank van knokt, Servië. Uh, Stojkovic, de bondscoach van uh, de Servië, zou bij de, de goal van Servië... Zou wij Verschrikkelijke scheldwoorden hebben geroepen over Albanese en Kosovaarse moeders. En daarom zou Tjaka in de tweede helft revanche hebben genomen met dat ballengebaar. Daar speelt van alles. Er hadden vijf rode kaarten kunnen getrokken worden, denk ik, op het einde van de wedstrijd je, ja, in België. Op het WK kan er veel meer, dat zie je. Maar dat was een waanzinnige strijd. Die, die Wat ook waanzinnig was, was de 2-3 van Zwitserland. Ja. Dat hakje van die Vargas. Goal. Ja. goal van toernooi ja. tot nu toe misschien. Ja, plus? Ja, echt wel. Zeker kans hebben. Ja, assist. Ja. Shakiri trouwens, die scoort, is een van de amper drie spelers die op de laatste drie WK's gescoord heeft. Bizar figuur. Blijf. Ja. Allee, we gaan het elke keer moeten zingen, maar. Zijn, even... zijn naam ja. komt dus in het rijtje van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. Ja. Ja, er zijn ja, maar drie spelers die op elk van de laatste drie ja. WK's gescoord hebben, en hij is er een van. En Shakiri heeft zelfs gescoord op het WK 14, ek 16, WK 18, Euro 20, en nu WK 2022. Wow. Shakiri, WK Shakiri is een fenomeen. Ja, ik zei het er straks. Hè. Ik, ben zo, ik was een keer mee gaan kijken naar de Roy Duivels in Lucerne, in Zwitserland. we zaten op deze rij, Matteo en ik. En op een bepaald moment stond de Shakiri voor ons. En ja, die is echt, ik bedoel, deze scheet hoog, een meter twintig of zo. Welke meter twintig breed? En dan tegen gewoon, hij was dapper, hij was dat van een kassa van de vent. <laughs> we waren echt zo onder een indruk daarvan. Ja, Zijn been staan, dat is echt chirommelen met O-been. Dat is ongelooflijk. Je hebt hem vandaag gezegd, je... uh, hij is dik van gebeenten. Hij is dik van gebeenten, ja. ja. Dat ik nooit <laughs> goed. Tja, ik gebruik het vaak van die uitspraak, die waarschijnlijk vanuit de Vlaanders of zo. Maar ja, dik van gebeenten. Maar heeft eigenlijk... gewoon een dikke bol. Ja. Ja, okay. Hij gebruikt dat... Ja, hij ziet er heel geblokt uit. Ik zal sterk ja, maar... zeggen. Hij ziet er niet zwaar uit, maar heel sterk. Maar hij gebruikt dat ook in zijn voordeel. In duels, in zijn traptechniek. Hij gebruikt dat in zijn voordeel. Dat ik vind dat een fenomenaal figuur. Ja, ik vind, ik vind hem zalig. Ja. Het was niet het WK van Servië. Hey, maar... Veel mensen, ik denk jij trouwens ook, hadden hem als dark horse. Jawel, jawel, jawel. Ja, ik, uh, ja. ja die voorlijn van Servië is indrukwekkend. En is met, met Mitrovic hebben ze misschien de beste van de wereld. Maar niet. toen die bal ja. naar hem ging, wij zeiden allemaal: ja goal. Ja. Altijd gewoon 10 op 10 ja. met zo'n bal, zo alleen kopen, dat is het altijd goal bij hem. Het is, die kopbal dat is, dat is voor hem een penalty bijna. Hè. Zo makkelijk doet hij dat, maar uh, van achter waren ze een drama. Ja, ze, hebben, ze krijgen op twee matjes zes goals binnen, ja. Sorry. 52 goals trouwens in 79 wedstrijden voor Servië. Tegen goals. Nee, gescoord. Mitrovic. Ah, ah. Maar hij moet wel uh, vertrekken uit Qatar. Iemand die niet moet vertrekken uit Qatar is onze reporter ter plekke, Karel. En ik mocht ermee bellen. Hey, Karel. Dag, Sam. Hallo. Dag 2 in Qatar. En de FIFA heeft u meteen overtuigd om hier met FIFA-merch te staan, of wat? Ah, nee, nee, nee. Ik sta een beetje dicht. Ja, ik dacht van, nu dat de Belgen uitgeschakeld zijn, kunnen we terug doen wat we in het begin deden, namelijk zo FIFA-bashing. Dus ik heb een nieuwe <laughs> lijn uitgebracht. FIFA van Kullo. Ik kan er morgens mee rondlopen in Doha je zien, of dat de mensen daar uh, goed op reageren. <laughs> Hoe was uw dag gisteren en vandaag? Ik heb vanmorgen pas beseft dat wij uit het WK liggen, Sam. Gisteren was er zoveel adrenaline... En van de morgen was ik echt een klein beetje depressief. Ik begon de kranten te lezen, al die berichten. Uiteindelijk ben ik dan toch tot rust gekomen toen ik in een jacuzzi zat met een mojito. Eh, terwijl ik zicht had op, het, eh, op de skyline van Doha. Uh, hoe was de sfeer na de match gisteren? Super raar, super raar. Echt waar, ik was er helemaal alleen rond dat stadion. Er waren nog zo'n paar supporters. En dan ben ik ook nog even naar een soort fanfest geweest. Ja, dat was ongelooflijk. Veel sfeer, veel muziek. Heb je dan vrienden kunnen maken met andere supporters? Of? Ik heb nog een paar supporters geïnterviewd. Dus je bent vandaag een fan van Kroatië? Ja. Oké. Omdat ik België I Ik Belgium België leuk. Maar vandaag... Omdat ze tegen Marokko verliezen. Dat was eigenlijk een Algerijn met een Kroatische aan. <laughs> <laughs> ik heb ook nog een geweldige Belgische supporter tegengekomen. Oh ja, yeah, dat is een Belgische But there's something else on your third? No, this is the function. You got that? So, you're a fan of Belgium because it dezelfde the same company as the België lag je dan uit. Hij was dan nog grote fan van uh, Duitsland, maar na uh, gisteren ja, is die man terug naar Uganda, denk ik. Uh... Ik heb gisteren nog wel een vriend ontmoet uh, aan het zwembad, uh, een Nigeriaanse architect. You're happy Germany is out. I'm just happy. Big teams are going out. <laughs> so, there's room for growth. In voilà, Nigeria doet dus niet mee, maar die man is dus ook blij als de kleine ploegen winnen. Ze moeten ons niet hier, de Europeanen. Ik denk dat we iets te veel kritiek hebben gehad op dat WK. Ja, Nog zwaar doorgezakt dan na de match? Uh, een pintje kost hier 14 euro, Sang. Ik heb wel gemerkt dat die mochitos die ook 14 euro kosten. Dus misschien dat ik mij daar wel in kan smijten vanavond. En uh, morgen? Ik heb daarnet een Amerikaan ontmoet in een jacuzzi. Die, die beweerde dat hij uh, lid was <laughs> van de Amerikaanse voetbalbond. En die ging mij een ticket regelen voor Amerika-Nederland uh, morgen. En, en, en dat gaat natuurlijk toch niet? Ja, ik weet het niet. Ja. Ik heb hem een, een bericht gestuurd. Hij zei: Yes, uh, I'll see what I can do. <laughs> Ik ga zeggen, veel succes en uh, ik hoor je morgen. Oké, okay, veel plezier dan nog. Groeten. Jo, salut. We gaan van Qatar rechtstreeks door naar reclame. We're stopping, we're stopping. Wow. De groepsfase zit erop, jongens. Wat vonden we van het niveau? Ik denk dat Brazilië en Frankrijk in een marker hebben gezet in de eerste twee wedstrijden. En ik beschouw hen als topfavorieten. Kun tegen tegen elkaar uitkomen? Uitkomen? Sorry, kunnen ze tegen elkaar uitkomen in de finale? Ja. In de finale. Ah, ja. we Je ja. tegen elkaar uitkomen in de finale. Uh, is daar iets gebeurd? Is dat er geen enkele ploeg 9 op 9 heeft? Ah, is dat? Ja, geen enkele Amai, ploeg wow, heeft 9 op 9. Nu valt pas met een Frank. Dat is wel heel uitzonderlijk in ieder geval. Ja? Dat zal niet zo vaak gebeurd zijn. Iemand die het WK elke dag volgt. Nee, maar echt Sam. He. Dat is toch een opvallend gegeven? Daarnet zei ik groep G en H en C. Ik zou het begot niet meer weten wie dat waar zit. Ik heb... Dat werd mij echt ingefluisterd. Ik heb wedstrijden gekeken, ik heb goals gezien en dat is het dan ook. Ik kan het niet meer aan elkaar linken. Oké, okay, we gaan even voor een overzicht zorgen dan. ze heeft een opleiding gemaakt ja. van alle matchen. Aller. Ja, de achtste finales die er, die er allemaal aankomen. Um, Nederland tegen de VS, dat is voor morgen en Argentinië-Australië. Uh, het zijn ook de landen die tegen elkaar kunnen uitkomen. Daarna natuurlijk um, Frankrijk, Polen en Engeland-Senegal. De twee winnaars die komen dan ook tegen elkaar uit in de kwartfinales. Dan over drie dagen is het Japan, Kroatië en Brazilië-Zuid-Korea. En op uh, Sinterklaasdag is het uh, Marokko tegen Spanje en Portugal tegen Zwitserland. Hey. En komt de Sint niet uit Spanje? Ja, die Wat oh, verdomme. Wow. Ik vond het nu heel raar dat het er stond. Mag ik dan één keer zien die tabel? Uh, ja, ik denk het wel, ik wel dat je die mag zien. Ik, ik denk. Ik even zeggen, Portugal is niet ik... gemakkelijk, hè? Nee. Ik denk dus dat al de winnaars links staan. Wow, dat is hier een liefde ja. gok. Nederland wint van. Dus Marokko wint van Spanje. Ja, ik denk dat. En Japan wint van Kroatië. Ik denk dat echt. Respect. Ja? Okay. Nee, het zou zeker kunnen, want. Is inderdaad, Japan en Marokko zijn de meest verrassende ploegen die groepswinnaar zijn geworden. Alle anderen zijn logische groepswinnaars, dus ja, het zou zeker kunnen. Dan Dat is misschien eens even tijd voor ons All-Star-team. Ja, het, is, uh, het concept is toch altijd hetzelfde. Ik moet het niet herhalen, denk ik, wat het concept is. De ploeg zal ik wel nog eens uh, uh, benoemen. Voorlopig is die Courtois in doel. defensie. Sandro, Guardiol, Laporte, Presiado. Middenveld met Gavi en Musiala. Flanken Mbappé en Saka, en spitsen Lukaku en Richarlison. En vier van onze spelers op dit team zijn al naar huis. Dat is not eigenlijk. Hè? Dus ja, iedereen mag uh, iemand aanpassen: Saïd en Rick. Uh... Wie wil er beginnen? Ik wil beginnen. eigenlijk. Oké, okay, Rick, zeg maar, wie moet eruit? Wie moet erin? Uh, ja, dus Romelu Lukaku uh, mag eruit. Oké. Okay. Ja, dat is puur omdat het een ander roots heeft. Hè? Je daar, je nee moeite. absoluut niet. nee ik het, nee want ik weet dat er heel veel zo haatliefde is met Lukaku ik vind Lukaku echt de max ik, ik allee, bedoel al, hoeveel goals hij die al heeft gemaakt en we zijn er heel veel aan te danken denk ik absoluut. maar ik, uh, ik ga Hans Van Aken er maar neerzetten <laughs> mag dat niet ja, ja dat mag maar ik, ja nee oké okay. mag dat maar... nou, want echt geen minuut gespeeld <laughs> ja mag ik niet. kan het zeggen <laughs> ik zet Hans Van Aken daar. Een minuut gespeeld. Je nee, maar wacht, oké, okay, maar wie moet ik daarin brengen? Abu Bakar, echt, bijvoorbeeld? Het, het, iedereen. Ah ja, tuurlijk, Abu Bakar, welke zeker in. Ah, hij niet. Komt in? Er terug of of uh, Mbolo van Zwitserland. Ja, nee, 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 wacht, ja. Okay, sorry, Everett, is dat heel zijn? Want ik zeg nu wel, nee, Mbolo, sowieso. Maar wow. Moeten we nog geld overen? Een warme oproep, Vincent het als er geld over is, koop Mbolo. een <laughs> Zwitser. Allee, snap je? Allee, dat gaat duur zijn, hè? Die loon ligt ja, hoger in, in Zwitserland, Maar Als je tegenwoordig Remsök voor 60 miljoen. Hij speelt in Frankrijk, maar okay, de lonen liggen hoger in Zwitserland. Ja, maar dat is toch waar, maar dat is al Maar wil Zwitserse rekening toch wel factureren, hè? Nee? Maar de wedstrijd dat hij vandaag speelde was fenomenale. Ja, wauw. En Mooi. ook de peacemaker tussen ja, de opstootjes, ja, 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 ja. Dat vond ik vreselijk om te zien, want hij is heel jong, toch? Die nee, lijkt al tien jaar jong, heel jong, ja. maar dat is niet meer. Als voor nee. de gast die je vroeger in voetbalmanager en ja. FIFA moest kopen als je career mode speelde. Ja. Heel Zijde, wie moet eruit, wie moet erin? Ik, wil ik ben aan het twijfelen ofwel centraal van achter uh, of rechts en bek. En rechts en bek wil ik daar eigenlijk Hakimi in zien. Oh, ja, Snap je? Uh, Preciado dus, eruit, Hakimi erin? Ja, liefst wel. We, hebben geen, we hadden nog geen Marokkaan in ons elftal en zijn wel groepsinaar geworden dus. is ja, we wel gelijk. Ja. Ja, ja, ja. ja maar ook echt een outsider is. Het denkt ja. daar niet aan aan die spelers toch? Nee. nee. Maar hakimi vind ik nu wel iemand die in ons altar team mag. Absoluut. Ja. Echt ja. Een van de betere rechtsbacks in de Zij wereld. Zie echt toch ook eigenlijk hè? Ja. ik ja. ja. ja, bon, ken nu ja. voor een Dat is dus zo hè. Het is mooi hè? Die gaan ook door hè, Zwitserland. Pas maar op hè, tegen Portugal. Maak een kans, hoor ja dat denk ik ja dat is waar. Ik maak echt kans evert wij moeten een nieuwe ploeg kiezen om voor de supporter nu België eruit ligt. ja Zwitserland ja ja ik was zwaar onder de indruk de, de passie de strijdwist, maar ook het voetbal echt waar ook echt het voetbal ik snap het en uh, Bolo indrukwekkend Shakiri, Chaka die, 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 die Freuler die daar die goal maakt nee top elftal ik ga voor Zwitserland oké okay, ik ga voor Frankrijk <laughs> ja oké okay, zo dat is dat is echt allee we zijn uitgeschakeld <laughs> en nu nog een keer op die voor die camemberts, voor de Fransen heeft nog keer begin. Is dat wat nou gaan doen? Nou, die slechte mop. Alsjeblieft. Oh, nou, die slechte mop over Mertens. Ja, ook al. Hey, ja. Hey, ja. Ja ja. Ja jongens, die dan is mijn favoriete speler ja, all time. Ma sorry, maar mag even iets zeggen Is die dan er niet meer mee? Voilà, ik ben <laughs> serieus. <laughs> Oké, okay, Morgen strijden vier ploegen over twee plekjes in de kwartfinale. Uh, vier uur Nederland VS en om acht uur Argentinië Australië. Ja, er zijn zorgen bij Nederland. Hè. Ah, Ze zijn ziek. Um, ja, Frenkie de Jong uh, voelt zich ziek. Of tenminste, hij had keelpijn en wat moe. Blijkt dat hij echt ziek is. Um, en er is nog iemand ziek. Ik weet niet. Martin de Roon is blijkbaar ook ziek. En Van Gaal heeft gezegd als het een virus is dat de ronde gaat doen, dan hebben we een groot probleem. Ja. ja. Wij liggen die samen op de kamer, die twee? Geen nee. idee. Ik ken de camera niet. Ik ga Louise zo meteen ja, even je niet Samen op kamers. En by the way, de Roem. Ik heb nog nooit van gehoord. Speelt niet meer. <laughs> de Roon. <laughs> ja, de Roon. Dat de <laughs> Ik dacht dat het zoiets van Albert Heijn was of zo. Oké, wel een formaliteit morgen voor, voor Argentinië tegen Australië. Argentinië wel, maar die eerste match Nederland-Amerika, daar zijn we toch allemaal zeer benieuwd naar. Ja. Zeer benieuwd, want Amerika was echt indrukwekkend in de, eerste, de laatste match. Ik zeg een al van Alexi Lallas. Kijk oh. ja, Maar daar zou ik geld voor betalen om dat nog eens te zien. En eh, wel? Doe maar. Hoeveel meer? Nee, veel meer kijken. Ja, ik moet het niet zeggen. Ja, nee, ja, <rijgacht> <totimus> uh, vraag Heb je een kort lijntje met mannaert? Wij hebben een gratis service die we aanbieden. We hebben hem al aan de water van ah. de houten aangeboden. Ja, maar, dus we willen ja? hem graag ook aan Clubbrugge aanbieden. Dat is misschien nog heel kort. Ene naam. Evert uit je boekje. Een haalbare. Speler voor Club Brugge die hem op het WK gezien heeft? Um, ja, dus het is, ik heb gekozen uit de ploegen die er al uit liggen. Dan kan je de onderhandelingen nu al opstarten. Mag ik denk nu Ja. Ik denk achteraan kan je nog iemand gebruiken? Ja? een uh, ja, ja, ja. versterking ja, kan, achterin. Kan. Dus ik heb Jackson Poroso van Ecuador voor u. Hij speelt nu bij Troyes, een meter 91, 22 jaar, voor 3 miljoen optalen, hij heeft een goede WK gespeeld. Pas op met die tips van Evert, want hij had vorige keer aan Wouter uh, Haji Wrights aangeraden. Oui. Volgens Philippe Joos was het de slechtste invalbeurt in de geschiedenis van het WK. Ja, nee. ja dat is echt dit nu? Ja. Meen je dit nu? Ja. Ah, je dit dit nu? Ja. En ik ga je nu iets vertellen. Wetten dat Wouter nu in de keuper en veel voor de zeteten met een... Ik niet dat dat daarop Sowieso. Sowieso. Want uw nieuwe trainer, hoe noemt hij nu weer? Uh, onbekende Deen. Ja. Onbekende ja. is zijn voornaam blijkbaar. Ja. Hé, hey, maar ja. meen ja. je dat van de, de Joos? Ja, ja, serieus. Ik zweer het u. Oh, Allee, dat was een goede speler. Dat ja. is een keer waarom dat Joos heen is. Evert, uh, uw nostalgie-zolder is een eerbetoon aan de Gouden Generatie? Ja. ja. Oké, okay, dat is voldoende. Heren, <laughs> dikke merci om te komen. We moeten er echt uit, blijkbaar. aan de kijkers en luisteraars. Geniet van de zolder van Evert en we zien u morgen terug. Bye. 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 Saïd, welkom op mijn zolder. Schoon hè? Ja, schoon. Nee, niet onder de indruk? Nee, ik tikt een beetje op mijn kamer, dus uh... <laughs> Ik heb een item voor u uitgekozen. Het is wel echt heel speciaal, het is heel uniek. Okay. Ik heb hier een gigantische doos. Die doos uh, verbloemt een beetje hoe klein het object is, maar het is gigantisch. Alsjeblieft. Dit is een bronzen medaille, is die origineel? Ja. Nee. Het is de echte medaille van, uh, die de rode duivel oh, ja. hebben op het WK 2018 in Rusland. Het staat u wel. Sowieso. Ik vind het mooi. Ja, ik vind het super mooi, man. Zelfs brons maakt niet uit, jongen. Al was die van plastic, is het nog steeds mooi. Er zijn er een stuk of vijftig gemaakt. Dus de spelers hebben er allemaal eentje gehad en de, de staf hebben er allemaal eentje gehad. Zou het echt brons zijn, denk je? Goed, ik zou het wel onwaarschijnlijk vinden van de FIFA dat ze die medailles uitreiken en dat dat niet van echt brons zou zijn. Ja, dat is niet de eerste schandaal die dan FIFA. <laughs> ja. Maar ik herinner me nog: België, Japan hebben we toen gezien aan de KAI op het Zuid? Bro. Voor mij was dat één grote feest. Denk je dat de Belgen ooit beter kunnen doen dan die derde plaats? Ja. We zijn vierde geweest in 86, we zijn derde geweest in 2018. Ja, er zat al heel veel tijd tussen. Moeten we weer zo lang wachten tot we nog eens kans maken? Ik geloof niet dat het direct voor direct zal gebeuren, maar ik denk wel dat de volgende generatie... Misschien pas over drie weken we terug... Uh... Want er moet terug een nieuwe ploeg gemaakt worden. Wie van die generatie wie is jouw favoriet? Ja, de Tiberijnen sowieso. Ja. Voor mij een Mozart op het veld. Hij is degene, voor mij is de brand degene die de partiture schrijft op het veld. Dus, uh... Het is de allerhoogste prijs dat het Belgisch voetbal in zijn algemeenheid ooit heeft gehaald. Ah, ik word er licht emotioneel van als ik eraan terugdenk. Ook omdat ik nu weet dat het voorbij is, die gouden generatie. Ja, maar, maar ik zeg het u. Uh, We komen terug? Dus sowieso. Ik vind dat een heel mooie, positieve boodschap voor onze kijkers. Dus ik zou zeggen: tot morgen. Yes. Derde jongen.